Professor, die Odyssee, over wat gaat dat eigenlijk? Heerlijke lectuur. Het gaat over koning Odysseus die na de Trojaanse oorlog heel lang, 10 jaar, omzwervingen maakt. En het verhaal eindigt ermee dat hij thuiskomt, de televisie aanzet en constateert dat Frank en Simonneke nog altijd samen zijn. Wat is uw favoriete detectiveserie, professor? Wel, mijn grote favoriet is uiteraard Inspector Morse. Het verhaal speelt zich af in een universiteitsstad. Nu en dan wordt er een professor vermoord. Af en toe zelfs een rector. Ik kan daar echt mateloos van genieten. Professor, weet u ook wat de meest voorkomende woorden in de Koran zijn? Zeker. Empirische studie wijst uit. 1. Mohammed. 2. Schaap. 3. Vliegbrevet. Ik zal het niet durven zeggen. Bent u wel eens ontslagen, professor? Helaas wel, een week of 8 geleden. Maar ik ben hier gewoon blijven zitten en niemand komt mij weghalen. Plast u links of rechtshandig, professor? Wel, quizmaster, dat is een zeer intieme vraag. En ik wil ook niet snoeverig overkomen, maar ik heb wel mijn beide handen nodig. Maar mijn laatste zaad is wel met de Voyager mee in de ruimte geschoten, als ik het zo mag zeggen, waar sindsdien intelligent leven is ontdekt. Het rode bieten, ja, hoe kan dat nu helpen tegen AIDS, professor? Ik weet het ook niet, quizmaster. Wat ik wel weet is dat als je biet rood ziet, dat je dan zeker AIDS hebt. Professor, wat denkt u? Gaan mijn sokken uit tijdens het vrijen? Wel, ik hoop vooral voor uw vrouw dat het licht uitgaat, quizmaster. Het is de goeie die het zegt. Ja. Professor, de spermabank. Heeft u daar een spaarrekening? Wel, ik ben nog van de oude stempel. Ik bewaar alles in een sok onder mijn matras. En ik ken, ik ben een paar maanden geleden de toyboy geweest van La Esterella. So what? Met Mark weten we tenminste dat hij zeker pillen heeft genomen en bovendien de juiste. Dat gaat hem ongetwijfeld helpen. Staan er medicamenten tegen de professor, Mark? Nee, ik heb in mijn leven al vaak gebeden en het is de eerste keer dat God antwoordt. Dus dat is mooi. Ik zie Helmoet denken, tja, een homohuwelijk. Dat heb ik nu nog eens niet geprobeerd. Er is niemand die beter met iemands voeten kan spelen dan onze professor Torfs, vind ik dan weer. Ja. Ja. Dat is heel juist en met iets wat hoger ligt dan de voeten speel ik nooit. Wel, dan moet u dat toch eens proberen. Black power. That's the future. Heeft hij dat goed nagebootst? Dat is prachtig. Ken je, is het zo de linkerhand? Hè, de ik ken hem niet, de mens, maar hij doet het goed. Dus als je wil, bel me maar. Oké. Okay. Komt voor de eerste keer alleen buiten en ik heb al touche volgens mij. Maar ja, het is een ouwe, hè. Mimi Smit, professor, kent u haar? Uiteraard ken ik haar. Ze is zo wat van mijn generatie, dus heel rijp geworden. Ze wordt nu doorgaans Mimi Smit genoemd. Is dit voor u, professor, Pokémon? Nee, nee. In mijn sector is het pak een non. Kent u de Fat Duck, professor? Lindsay Pfaff. Nee, ik ken die niet. Ik ken haar niet. Ik zal in elk geval ook in het hiernaam als rijstpap met gouden lepeltjes eten, terwijl jij in de hel zult zitten met Yves Le Terme. Maar dat kan ook plezant zijn. Ik heb er al gezeten. Mijn vrouw mag de kleur van haar burka zelf kiezen. Als ik met hem getrouwd was, zou ik ook een burka dragen. Ja, ja, hoe gaan we dat anders doen? Dom. Professor? Ja. Er is iets mis met de professor. Wauw. En dan zo. Elke keer als ik u bezig zie, vraag ik me af waarom we die versoepeling van de euthanasiewet niet hebben. Hey.
Bijna flauwekul.